Deze flink uit de kluiten gewassen klomp was het middelpunt van een aan dit schoeisel gewijde beurs in het Brabantse Sint-Oedenrode. Alle Nederlandse fabrikanten hadden naar deze enige beurs van Europa hun producten ter beoordeling ingezonden. En deskundige klompenmakers bekeken en betasten ze en gingen na of de pasvorm wel juist en aangenaam was. Voor het beste paar staat als wisselprijs de zilveren klomp van Sint-Oedenrode ter beschikking. Klompen worden merendeels gemaakt uit populierenhout. En op de beurs lieten een paar man van de oude garde zien hoe en met welke gereedschappen zij dit ambacht vroeger beoefenden. Onder het publiek dat hier van nabij de wording van een klomp kon volgen, bevond zich ook een aantal meesterklompenmakers. Herkenbaar aan de zilveren klompjes die ze uit kampioenswedstrijden meebrachten. Als het ruwe model gereed is, wordt het rondgesneden met een speciaal daarvoor ontworpen schaafmes. En dan komt het moeilijkste, het uitboren van de voetholte. Zo werden vroeger alle klompen gemaakt. Sinds geruime tijd hebben machines dit werk grotendeels overgenomen. Momenteel draaien in Nederland zo'n 100 bedrijven en bedrijfjes 3 miljoen paar klompen per jaar, alleen voor binnenlands gebruik. En het is te verwachten dat deze afzet, gezien de steeds groeiende belangstelling voor de klomp, nog aanzienlijk zal toenemen.